leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Kijk, we gaan even, dat wil ik wel even filmen. Hier hebben die oude huisjes gestaan. We zijn net even in Slagharen geweest. Nou, hier heb je een mooi overzicht van de Gold Rush en de glijbaan. En hier staan dus, hier hebben gestaan, de oude huisjes. Zo leuk om te zien. Hier staan, ik ga het bijna dwars door het hek heen. Dat wil ik niet. Maar hier hebben dus alle oude huisjes gestaan. En dat is dus allemaal footsie, allemaal weg. Als het goed is, zou dit stuk aan het park worden toegevoegd. Zodat er weer nieuwe attracties komen. Maar het is echt, echt heel apart. Ah, er zijn weer drie plaatselijke jeugdjes die een beetje aandacht willen. Dus dat is dus een beetje hetgeen hoe het er momenteel bij staat. Nou, in ieder geval, we gaan het wel zien wat het allemaal wordt. Het ligt nu allemaal braak. Er is nog een hoop zand gestort. En voor de rest is het afwachten wat er gaat gebeuren. Wat de Spaanse onderneming van Slagharen in petto heb. En Wouter Dekker, de directeur van Slagharen. Dus maar hier waren vroeger dus die oude... waren buffalo huisjes, hè? Nee, waren geen buffalo. Hoe heette die nou ook alweer? Ik weet het niet meer. Jan? Arizona huisjes? Nee, buffalo. Buffalo. Oh, toch buffalo. Nou, ik had het toch goed. Van Buffalo Bill. Van Buffalo Bill. Nou. Buffalo, die heb denk ik geen zin meer gehad. Want hij heeft al zijn huisjes... I'm a long way. Zo'n cowboy. I'm a long, long way from home. Maar Buffalo Bill, hè? Buffalo Bill. Nou, het is nou een beetje Buffalo. Buffalo tussen de boompjes. Maar hier zie je ook nog een of andere kuil. Oh, dat het een put was. Ja, het is een put, een kuil. Kijk, hier heb ik weer zo'n huisje staan. Kuil is wat anders dan een put, hè? Ja, kuil is wat anders dan een put, ja, dat is ook wel weer zo. Daar heb je ook wel weer gelijk in, Jan, daar heb je ook wel weer gelijk in, hè? Je kan in de put zitten natuurlijk, dat wil ik niet zeggen, dat je in de kuil legt. Ja, dat kan ook. Ja, die kuilen, dat is meestal voor de Duitsers, hè? Die leggen altijd de kuilen. Wij zitten altijd in de put. Al die gaten in het strand. Ja, daarom al die gaten in het strand natuurlijk, ja, hè? Ja, zijn die Duitsers weer geweest. Zijn al die Duitsers geweest. Die gingen natuurlijk altijd in die kuilen leggen, die kuilen graven. Dus nou, als je hier nou nog een strandje aan maakt, dan kunnen ze hier mooi leggen. Loopgraven, hè? Maken ze het ook wel. Ja, ook, hè? Loopgraven ook. Nou, en hier hebben we de nieuwe parkeerplaats. Of nou ja, een nieuwe ingang. Bij Slagharen rechtsaf. Vroeger ging nog een stukje verder. Ging nog onder die brug door. Onder die loopbrug, maar nou niet meer. Chris en Wijd, hè? Ja. Ze hebben nou een verlissing in Zoen en Zoef. Zoen en Zoeven. Zoen en Zoeven. Zon en Zoeven. Gosternokken. Gosternokken. Gosternokken, zeg hé. Dus nou, dit is de nieuwe ingang van de parkeerplaats eigenlijk. Normaal ging hij daar verderop. En nou is het hier ook. Het is mooi aangelegd met een kiss and ride. En deze brug is binnenkort ook verleden tijd. Dat is Saskia voor je, hè? Saskia die laat de hond uit. Ja, Saskia laat de hond uit. Kijk, ik ben Benji. Benji! Kijk, daar kijkt hij er even om. Benji! Benji, hè? Benji de Benji. Maar Benji, Benji. Dit is voorlopig ook binnenkort verleden tijd. Die gaan ze als het goed is een tunnel maken. Looptunnel. Dan komt er een tunnel en dan gaat dit laatste stukje Slagharen gaat eigenlijk ook... dit laatste stukje historie van Slagharen gaat ook weg. Dan is het ook alweer afgelopen, jongens. En zo verandert het steeds meer. En wordt het steeds meer een park wat... heel anders was als vroeger. Nou, dit is de nieuwe ingang. Met een mooi houten hekje eromheen. Van die mooie pilaren. Met die mooie dingetjes erop. Van die
pinnetjes erop. Nou, dan doen we zo. Komen we bij de ingang. Komen we bij de ingang, dus de nieuwe ingang. Ik had gisteren al een stukje opgenomen, dat was aan de andere kant van het park. Nu is deze kant. Hier kom je dus binnen. Het is een nieuwe entree van het park. Ziet er wel heel erg mooi uit. Best wel snel gebouwd. In januari, februari ongeveer zijn ze mee begonnen. Nou, binnen een paar weken was het eigenlijk al gebeurd. Een week of twee stond het er al. Het is best wel hard gegaan eigenlijk. Hier hebben we die trein, mijn trein. Voor de mensen die vroeger altijd kwamen, is dat dus vroeger altijd de K-vrachtbaan. Dat is al heel lang geleden. Nou, dit is de intree, jongens. De intree van Slagharen. Poortjes. En ja, dit is het, jongens. Dat is wel mooi. Hier kan je dan een kaartje kopen of zo. En dan kan je hier door de poortjes heen, hè. Nou, dat hoeven wij niet te doen. Wij hebben natuurlijk een huisje gehuurd. Dus laat ik eventjes... Helemaal goed. Dan laat ik even mijn ding zien. En dan mag ik zo naar binnen. Kijk, zo'n armbandje heb ik. En dan zijn we weer in het park, jongens. Hier is Sandra. Hey, dat heb ik nog helemaal niet gehad. Hey, terug, dat heb ik nog niet gehad. Nou, dit is de andere kant. Zo lopen we dus tegenwoordig via de nieuwe ingang het park in. Alleen biljetten van 50, hier heb je een pinautomaat, weet ik veel allemaal. Dit staat er ook allemaal nog, ik dacht dat dit ook nog tegen de vlakte zou gaan, maar dat hebben ze toch wel allemaal gehouden. Hier heb je zeg maar een... We gaan de oplop in. We gaan de oplop in. Hier heb je dus een beetje idee van hoe het huisje eruit ziet. Even wachten, want ik moet nog eventjes... Ik moest even niezen en we gaan de oplop in, jongens. Als we nog een beetje snel zijn, dan gaat het misschien nog bij. Kunnen we er nog bij, hè? Bij de hopla, hopla, plop. Ja. Of is die al dicht? Nee, hij is dicht. Hij is dicht, hè? Jammer, we kunnen er niet meer in. Jawel, ze maken weer open. Nou, dan gaan we even de hopla, 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 hop in. Dat is echt een schatje, hoor. Ik zal even erin zitten. Hallo. Nou, kom op, Jan. We gaan de oplop even in. Ja, we gaan even ergens. Ah, dat maakt mij niet uit, joh. Hoppalop. Zo. Daar gaan we. Oh, jeetje, daar heb je haar ook weer. Kijk, ze moet ook alweer, hoor. Ze moet ook alweer in de oplop. Ja, Sassie wil ook in de oplop. Hopla! Lukt het nog een beetje? Ja hoor! Hou me vrouw voor 50! Nee, nog niet! Ik ben geen 50! Jawel, je wordt wel 50! Ik word 50, wat ben je 50? Ze wordt 50! Nou, daar gaan we hoor! Hopla! Hopla, hopla, hop! Hopla! Dag Daisy! Dag Sas! Oh, ik word misselijk, mijn ijsje komt eruit! Ik ben even lekker te kijken! Wow! Hupsie! Hopla, hop. Hopla, hop. Hopla, hop. Zeg je nou, loopt het te trekken? Doei. Nou, zijn de hopla, 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 hoplus. De hopla, hoplus. Hoppa! Ja.
Het CMT. Wow. Staat hij erop? We weten niet of hij erop staat. Ik weet niet of hij erop staat. Lekker in de paardenmolen. Tussen de plantjes. Nee. Au. Meisje komt eruit. Ja, nou die van jou staat stil, die van mij die beweegt. Ja, maar ja, dan hoor ik ook al zeeziek. Ah, hij is dan weer afgelopen. Nou, was dat niet even leuk? Ik vond het geweldig. Ik vond het helemaal geweldig. Nou, dan gaan we weer even. Je bent het einde. Kijk, dat ik niet allemaal alle spullen uit mijn zakken verlies. Ik ben alles dadelijk weer kwijt. Hoi! Abonneer op It's Your Tracks. Hoi Benny. Ik wil even reclame maken, dat zou ik nou nooit doen. Ik wil even reclame maken. Hé, hey, hier heb je Benji. Oh, Benji. Ik zeg nog even, abonneer op It's Your Tracks. Ja, hij raakt in paniek. Oh, hij raakt in paniek. Gewoon even blijven zitten. Even blijven zitten, dan komen we zelf wel weer terug. Nou, zo, nou, we gaan even lekker op je eten. En gaan we zo weer lekker terug het park in. Gaan we even op je eten? Alleen blijven. Ja, we moeten nou nog genieten. Het is nou nog lekker weer. Als het goed is, zou het zondag minder worden. Dus we moeten het nou volgens niet hebben. Maar we gaan even lekker een hapje eten. En dan. Ik zou weer bij jullie terug. Zo, en daar zijn we weer. We gaan nu dadelijk langzaam naar de parade toe. Het is om 3:30 als het goed is hier de Main Street. En we moeten nog even kentekenplaat laten maken. Hè? En we gaan er even het reuzenrad in. Ja. We gaan er even het reuzenrad in. Kunnen we nu wel even doen? Kunnen we nou wel even doen? Ik moet nog even kentekenplaat laten maken. Hè? Ja, dan gaan we kentekenplaat. Ja, hier is dus bakery. Dit is bakery, ja, Jan. Er zijn zulke mooie bollen bij. Ja, het gaat gelijk voor over je nek. Gelijk voor onder even boven. Nou, dan gaan we eens even de achtbaan zo in. Of de achtbaan in, de reuzenrad in. Hè. Daar boven in het reuzenrad. Daar boven in het reuzenrad. Daar is het altijd wat. Eentje verder, Mark. Ja, ik heb nog een peuk. Ik heb nog een peuk. Daarboven in het reuzenrad. Daarboven in het reuzenrad. Even duimpje omhoog. Even like voor deze video. Ja, in het reuzenrad ingaan, hè? In het reuzenrad, ja. Wat ik niet allemaal voor jullie over heb. Ik weet het allemaal niet. Wat we allemaal voor jullie over hebben, jongens. Ongelooflijk. Ik ga gewoon het reuzenrad in. Zijn we er allemaal al? Nee, zijn we er nog niet. Ze zijn er nog niet. Nou, dan wachten we nog eventjes. We zijn vieren in. Ah, we hadden daar nog gekend. Was je nu al leeg dan? Ja, twee zelfs. Nou, dan is het goed even door kunnen lopen. Ja, dan is het goed door kunnen lopen. Nou. Maar dan moet een trappetje op, hè? Dus dan word je zo moe van. Even een slingetje eraan. Moet je een trap op, dan word je zo ja, moe van. Ja, dat wel. Dan word je wel moe van, ja. Dan word je toch zo moe van, hè? Om op de trap te lopen. Hallo. Daar gaat hij. Oh, nou gaat nou, oh, hij gaat nou rondjes draaien. Nou, dan moeten we nog even wachten. Zo, nou daar gaan we. Daar boven in het reuzenrad. Ja, rij, loop eens even. Ja, nee, juist niet, want ik wil juist filmen. Oh, gaat ze weer. Snap dat dan ook.
gaat dan ook weer wijs. Jan, jij doet het wel. Dat je het ook weer niet begrijpt. Je begrijpt er ook weer helemaal niks van. Nou, doet hij het niet? Ik moet er aan die kant filmen. Ja, dat je. Maar eerst moet er even stappen. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Ik heb geen zin in vandaag. Nou, daar gaan we dan. Heeft hij het al dicht gedaan dan? Nee, hij staat nog helemaal half open, staat hij nog. Kan je nou nog dicht zijn? Even kijken. Die eigen vrouw. Vrolijke snuiter. Nou goed, dat heb ik al dicht gedaan. Wat een ding zo. Ja, moet ook geld verdienen. Had er geen zin in. Kijk, hier zie je... Hier stonden vroeger de huisjes. Hier stonden vroeger de huisjes, jongens. Dat is allemaal weg. Alles is weg. Alles is voetzie. Kijk eens. Alles is gewoon weg. Echt, alles is gewoon helemaal weg. Zie je? Je ziet nog wel de openingen en zo, waar ze allemaal gestaan hebben. Allemaal. Dat is echt bizar, hè? Alles is gewoon helemaal. Voetje weg. Kijk. Kom je hier heen? Alles. Waar? Kort op. Ja? Zo. En een nootje. Hoppa. Zou je nu nog een hekje in de zee? Van Moeite Samen Noordman. Zo. Je mag door de daar weg staan. Daar zie je nog een geel bordje staan van. Ja, ze zeiden dat ze dat bij het park zou trekken en dat er een nieuwe attractie zou opkomen. Ze hebben nu natuurlijk weer een hele hoop ruimte over. Hier ook allemaal weg. Ja, trouwens, toen zei je van ja, ik vind het wel leuk daar, die kruisjes. Zeg maar, je zit nu op het park. De kinderen kan niet zeggen, we gaan naar het park toe gewoon daar. Dat is een nadeel. Ja, want ja, via de... Nou, alles is gewoon helemaal weg. Ja, dat is te doen. Maar als je bij de weglopen staat, de eerste paar rijen, dan is er nog. Je ziet gewoon echt nog de plekken waar die vroeger, waar die huisjes vroeger staan. Dan zie je nog zo. Hier dat, de Aqua Mexicana. Ja, bizar, echt bizar. Die had kinderen van die avond. Kijk, en dat zijn onze huisjes. Ze zijn wel kinderen op een lengte maand. Ze zijn maar niet zitten daar. Ga verderop. Zien we onze gele auto staan? Nee, ik kan geen gele auto zien staan. Hou je mond. Nee. Oh, voor Jan. Oh, sorry Jan. Jan is al een beetje... Ja, ik kan er niet zo goed tegen. Maar dit zijn dus... Oh, en daar... dat is ook wel leuk om te zien. De Gold Rush. Nee, dat moet ik ook niet. Ja, je moet gewoon rechtdoor kijken. Ik kijk er gewoon naar mee. Ik heb maar bij geregeld is, als je maar gewoon... Maar dat is dus... Dat is niks aan de hand, hoor. Het rondje. Voor het reuze rat. Oh, je ziet er ook eentje door die pijp weer komen. Ga je mee? We staan weer precies op het hoogste punt staan. In het zwembad is het wel open, want je ziet het. Ja, Jan zei de openingstijden daarnet, gisteren. Gaan wij weer samen in die toeter? Ja, ben me gek. Nee, maar dan moet hij iets aanpraten wat hij niet wil. Nee, maar dat wist ik ook niet. Dat is hetzelfde dat je Jan zegt van, Jan, we zitten nou in het reuzenrad, kijk eens naar beneden. Dat is hetzelfde, dat doe je er ook niet. Nee, die grote dingen dat... Maar wij wisten het ook niet. Nee. Dus we gaan erin en ik had ook wel even het over iets van, maar ik denk, ik moet me sterk houden, want Marco raak in paniek. Dus ik denk, Marco, rustig joh, we zijn er bijna. Kom goed joh, Marco. En zo nou, het viel wel mee eigenlijk op zich. Op zich viel het wel op eigenlijk mee. Best mee. Ik had alleen heel eventjes verdiend van, wow, wat gebeurt er nou? Ja.
Maar nou, daarna toen ging het wel weer. Ga je even er een beetje... Het is trouwens ook... Hier heb je ook een heel mooi zicht op die dingen. Die nieuwe landen, parkeerplaats, zie je? Zie je dat, hé? Dat nieuwe stuk wat ze gebouwd hebben. Het is niet zo erg als de duivel, hoor. Ja, kids and rides en... Nee, maar had je van die rubberen boven, zou je dan samen... Nou, en dan... Els was er toen bij. Nogmaals een blik op... Waar vroeger ooit de huizen stonden. Ja, echt heel gek. Ja, die deed wel gekke dingen. Ik denk dat we er zo uit moeten. Ik denk dat het zo voorbij is. Of niet? Deze keer maar niet. Ja, we moeten eruit. Ik zei het toch. Nou, vroeger gingen we aan die andere kant eruit, zie je. Dankjewel. Nu niet meer. Nu gaan we aan deze kant eruit. Hop. Let's go. Nou, dat was even een rondje Reuzenrad. Zo. Vroeger stopte je aan de overkant uit. Nu moet je dus zo lopen. En dan heb je hier de uitgang. Oh, hier is ze. Kijk eens. Hier kan je nog heel goed de plek zien waar zo'n huisje gestaan hebt. Moet je kijken. Als ik het niet wil, dan doe ik het sowieso niet. Hè? Nee, nou, ik zelf ook niet. Want ze zei je wel eens van. Zie je? Hier kan je het heel goed zien. Waar? Hier kan je het goed zien. Kijk, ze hebben zo'n huisje gestaan. Zie je dat het een hele kuil. Onze vervolg is de rechterhand. Rechterhand het sterkste. Oh. Nou. Ik heb die Slispuppy Factory. Oh. Zo, en we zijn weer. We zijn er weer, jongens. Nou, ik lees er altijd even van een afstandje. En de Main Street. Dus. Ga nou eens even naar die winkel toe voor een kentekenplaat te laten maken. Even naar die winkel toe. Sheriff. Sheriff's Office Country. Howdy, boys and girls. Over 15 minuten rijden Randy en Rosie voor aan de. En hier ga ik even kentekenplaat laten maken. Dus die zien jullie dadelijk wel. Zo, en dat was de parade. Dat was wel ontzettend leuk. En gelachen. En super. En we zijn inmiddels aan de andere kant van het park. Bij de Gold Rush. Die staat hier ook, de Gold Rush. En de Eagle. Gold Rush is in de plaats gekomen voor Looping Star. En ja, jullie weten net, Looping Star staat inmiddels in Cyprus. En hier is de Gold Rush. Daar gaat hij. Waar gaan wij heen? We gaan naar, voor mij gaan wij de musical in. Gaan we de musical in, Jan? Ja, follow the leader, hè. Follow the leader. Wat is hier? Hier is niks. Lege ruimte. Kan je eten. Weet ik voor wat. WC's hebben hier ook. Hij moet weer een Calippo bubblegum hebben, hoor. Hij moet weer een Calippo bubblegum hebben. Nou, dan moeten we deze kant erop. Ga je rechtdoor. Oh, we gaan rechtdoor. Nog een stukje. Calippo bubblegum. Hij wil weer een Calippo bubblegum, wil die hebben. Ja, ik wil een bubblegum. Zo, het is al druk.
Nou, ik ga hem even weer even neerleggen. Er staat een enorme rij. Dus, zit ik om mijn oor te peuren. Er staat een enorme rij, dus ik leg hem weer even neer. Moet je nog nachos hebben? Nachos. Nachos. Nou, doei. Zo, en dan gaan we lekker de kabelbaan in. De kabelbaan. Hier, Kids Country. En dan gaan we de kabelbaan in. Het is niet druk. Gaan we maar even kijken, hè, de kabelbaan, hè. Moest je de kabelbaan in? Oh nee, dat wou ik, hè. Ik wou de kabelbaan in. Ik wou de kabelbaan in. Ja, maakt mij niet uit of je gaat met Sas een keertje. Ga ik wel met Jan. Maakt mij ook niet uit. Maar je hebt er wel op. Dat je van de Hoe mooi jij er even lekker niet bij, ja. Zit er weer zo, zit er weer een heel handboek bij, Jan? Wil ze er weer een heel handboek bij doen? Ze moet gewoon de smol houden. Ja. Wel. Nou wel. Ze moet wel de mond houden. Ik ga wel fijn houden van kant. Behalve de goeie. Dus je zit aan die kant op, dan ga je aan die kant. Je kan met Jan alle kanten op. Behalve de goeie. Behalve de goeie. Als je er nou de binnenkant moet hebben, dan doe je dat maar lekker. Ja, ga het binnen zitten. Keuken midden zitten. Zo, daar gaan we, jongens, daar gaan we weer. Oh, zo, even wat harder. Goedemiddag, meneer. Zo, daar gaan we, hoor. Daar gaan we. Hij gaat rechts. Ja. Hij gaat links. Ga jij rechts, dan ga ik links. Ik ga links, dan ga jij rechts. Komt u maar, Rick. Komt u maar. Hoppee. Bubbeltje naar beneden. Daar gaan we, hoor. Ja, meneer. Zo, daar gaan we, hoor. Daar zitten we, hoor. Daar zitten we, hoor. Niet dat er wat uit mijn zakken pleurt, want dan heb ik een probleem. Ja, zo. Dat is jouw probleem. Dat is mijn probleem en dat is niet jouw probleem. Want ik zit links en jij zit rechts. Ik zit rechts en jij zit links. Oh nee, andersom. Jawel. Allemaal gele hoedjes. Allemaal gele hoedjes. Kijk, daar heb je de gele hoedenparade daar beneden. Ja, hij heeft ook nog een 020 shirt dan, zie ik. Ook nog. En een Vitesse shirt. Helemaal niks, in Amsterdam. En ze hebben ook andere kleurhoedjes. Ze hebben ook andere kleuren. Hey, ze hebben ook een roze. Voor de leden. En hier heb je de gold, hier hebben de goldrus. Je hebt er ook mijn sluiers. Ja, die heb je ook nog hier. Oh. Moet ik allemaal weer knippen, Jan. Moet ik allemaal weer knippen dit. Monoril. Homoril. Nou, en hier die ontzettende snelle tent. Waar je een half uur op een clip op bubblegum zit te wachten. Of op te drinken. En dan nog niks hebben. En dan nog niks hebben, want het is allemaal... Eén tent te verkopen, de clip op bubblegum. Mm-hmm. Dan moet je anderhalf uur wachten. Ja, moet je anderhalf uur wachten op je clip op bubblegum. Wat vind je er nou van? Maar je nog anderhalf uur wachten. Ik vind er helemaal niks aan. Nou, ik ben er gelijk weg. Ik ben gelijk. Hier op wachten. Ja, we gingen gelijk pleitels. En we hebben geen geduld voor. Kijk, hier heb je grote dinges. Grote benzie. Ja, kijk, heb je benzie in het groot. Benzie in het groot. Hé, hey, Jan, niet zo gillen. Ik zit hier ook voor mijn rust. Staat er op tijd te gillen. Ja, ik kom op vakantie voor mijn rust. Zitten er weer. Zo open gillen. Ja, staan ze zitten.
zit te gillen daar in die coldrus. Ik zit hier voor mijn rust. Gaat er dan niet in als je die niet tegen kan? Jongen. Kunnen ze weer niet tegen, weet je wel. Dan gaan ze weer zitten, zitten gillen. Waarom ga je er dan in als je dit niet tegen kan? Ja, ik aanstap hoor, als je maar opschiet. Als je maar een potverdorie opschiet. Ik heb niet de hele dag de tijd. Denken ze nou wel? Zitten ze nou als we nou, stilstaan, dan zitten we in het water. Ja, ze zitten achter ons. Zullen we wel zwemmen? Zien ze weer niet hoor. Nee, ja, maar ze zien nog wel, wel meer ik dingen. Zwaaien. Maar nee, zien ze weer niet. Zien ze weer niet, hè, stelletje blinden. Nou, hier hebben die Lucky Nugget. Lucky Nugget. En de Main Street. Het interesseert me geen biet. Want we zitten op de Main Street. Ja. Een rode biet. Een rode biet. Ja, een rode biet of een... Zit hier naar een van de blonde gieten zwaaien. Hij kan het ook niet laten. Hij kan het ook niet laten. Hij zit al aan die blonde te zwaaien. Ik had die blik al. Ja, we gaan iedereen even zwaaien. Oh, kijk, daar staan het ook al twee te zwaaien naar ons. Kijk, ze zwaaien allemaal. Ze staan allemaal te zwaaien. Ja, even terug zwaaien. Hoi. Zwaai even terug. Ja, staan ze ook te zwaaien. Ja, ik denk, zwaai maar even terug. Hé, hey, paardje. Hey, paardje. De dingetjes. Zat het over de dingetjes? Zat het over de dingetjes? Rolling, wow high. Ja, ja, maar voor Amsterdam hoes hij op zijn telefoon. Vond ik nou wel weer minder. Helemaal niets in Amsterdam. Rolling, row high. Oh, zijn we weer bij het reuzenrot. Ik moet niet mijn camera uit mijn klauwen laten vallen. Ze is gelijk einde film. Hey, hallo. Staat ze te gillen daar, hé, homo. Waar, homo? Oh, kijk, daar heb je de monorail, kijk. Daar heb je de monorail. Daar gaat de monorail. Hoi, hi. Hi, ho. Tin, tin, tam, 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 tam. Ja, dan moeten we ook nog een stuk of 10 keer vanaf naar deze week hoor, hey. De paardjes. Ja, dan nog even van de hofbouw op, hè. De frival, hè. Ja, dat doe jij. Dat doe ik. Daar ging ik vorig jaar ook niet in. Ja, dat vorig jaar. Ik word er zo misselijk van. Nee, juist niet. Dat vind je echt leuk. Dat is echt leuk. Nou, fantastisch. Als er één ding leuk is, is het wel de frival. De frival, hè. De frival. Hey, je kan hier wel lekker een popcorn halen en een suikerspin. Meisje! Hoi! Hoi! Ja! Oh, dan, ik weet niet wie het is.
Dat zeg maar. Oh ja. Nou, hier stond nog gisteren. Ja, Benji in het grote, ja. Kijk, grote ja, Benji. Grote Benji. Ja. Je hebt de bikke jaken. De jaken. Heel die gekke vriendfotoren waar ik niet in ga. Ga er maar lekker alleen in, Jan. Maar wat is alleen? Wij kinderen zitten er nog even in. Ja, dat gaat in, dan gaan ze met mij met de nee, dat gaat ooit. Er is toch niks voor hoor? Nee. Stelt helemaal niks voor. Is helemaal niks voor? Nee. Nou, joh. Nou, had hij 54 meter erachter. Nou, dan zak je in een paar seconden naar beneden. Nou en? Nou en? Nou en? Interesseert mij dan nou? Nee, ze zwaait niet. Nee, ze zwaait niet. Oh, ja, daar zwaait ze wel. Hé, hey, dat is Intercity, hè? De Intercity. Ja, die gaat parkeren in de remise, hè? Oh. Even naar de remise toe. Nou, we zijn er inmiddels. Moet er bijna uitstappen. Ik heb trek in een shaky. Anders heb ik wel. Nou, pas op mee. Oh, we gaan ook nog even in die waterding. Oh, zo. Pas op mee, je foto's zo. Ja, die raakt hij al. Nou, daar gaan we hoor, jongens. Ja, la 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 la. Hoppa. Hoppa. Wops. Zo. Pijn in mijn kont gelijk. Ja. Oh, dat is wel leuk, leuk eventjes. Wacht even, kijk, kom eens hoor. It's Ultrax, kijk, abonneer even allemaal op It's Ultrax, jongens. Abonneer even allemaal op It's Ultrax. Kijk, It's Ultrax. Ja. Je bent weer te snel, zus. We gaan nog wel even de waterdingen zien. Ja, abonneer en subscribe. Like en subscribe. Nou, dat was... ik wil wel even de water, de expeditie Nautilus in. Sas, met z'n tweeën even. Nou, moe. Nee. Ook niet. Jan, ook niet. Ik wil de FIFA al niet in, dus ik ga daar niet in. Nou, dan ga jij daar niet in. Gaan we eerst even checkie roken. Eerst een checkie roken even. Even zitten, even checkie roken, ja. Lekker een beetje. Even checkie roken en dan ga ik daarna de expeditie Nautilus in. Dat is deze. Daar ga ik dadelijk even in. Nou, ik heb dat gefilmd. Nou.
Zo, nou. Pas wat, we gaan naar de Big Jake, want ze zijn alweer vooruitgelopen. En wij gaan naar de Big Jake toe. Even wat drinken, ook zie ze verderop al lopen. Oh man, we zijn nat. El Torito. Maar wij gaan even lekker wat drinken. Ik heb wel enorme dorst gekregen. Ondanks dat ik echt helemaal versopen ben, want ik zat in een karretje waar eerst het water weer niet van deed en nu wel. Ik moet weer snel naar een ander karretje. Dus we gaan eens even lekker een hapje drinken. Een hapje drinken? Nee, we gaan even wat drinken. Nou, dan spreken jullie dadelijk weer. Later! Nou, daar zijn we weer in ieder geval. Het is een avond en hier zie ik ook nog een stuk van waar de huisjes gestaan hebben. Hier zie je nog een bord. 201 tot 223. 224 tot 263. Dat is dus allemaal weg. Normaal eens een keertje. Hier is ook allemaal huisjes gestaan. En alles is goed, zie je. Ja, dat is leuk. Dus daar gaan we weer. Verder lopen nog even, alles is al dicht. Alles is gesloten. Oh. Als er een kar even bij komt. Er komt een kar voorbij. De prullenbakken leeg. En morgen gaat alles weer open. En waar was het ook weer? Oh ja, daar zo was dat. Kijk, hier was vroeger dan de ingang, kon je doorlopen. Ik heb het al helemaal dicht gegooid. Nou, hier kan je nog beter. Het reuzenrad. Kijk, hier zie je het nog beter. Hier heb je een huisje gestaan. Precies de afdruk ervan. Van waaruit een huisje gestaan heb. En dan achter is het allemaal één grote bende. Dus dat is hoe die oude huisjes stonden. Dus dat is ook wel de El Teatro. Ga ik binnenkort ook nog even, van de week ook nog even heen. En nog een Looney Tunes 4D voorstelling. Daar wil ik wel even naartoe, vind ik wel leuk. Nou, dan gaan we maar even verder lopen. Ik ben een cowboy, ik ben een cool boy. Ze zijn ook dicht. Nou, Main Street. Daar gaat de man van de bakken weer. Dat is de Main Street. De Main Street. Benzie. Ben. Oh zo, ik trap mijn schoen uit. Ik trap gewoon mijn slipper uit. Ik ga goed. Hij moet er van de week toch nog even naar de dingen zijn, naar die 4D film. Dat is een kentekenplaat toch? Die heb ik al gemaakt. Die is van de week dicht. Die is al in het weekend open. Jammer hè? Ja, dat dan weer wel. Ja, vraag even of dat je mee mag rijden. Nou, dat is meer een golfkarretje.
Het is meer een golfkarretje dan dat het een bobwagentje is, Jan. Ja, maar een bobwagentje is geen, tenniswagentje. In de gokhal. En hier weer de Gold Rush. De Gold Rush. Yo. Even de Gold Rush. En een uitzicht op Aqua Mexicana. Kijk. Ik weet niet of het goed te zien is, maar het is een laag zonnetje. Maar hier de Gold Rush. Aqua Mexicana. Nou, en dit was de tweede dag. Dit was de tweede dag van de vakantie, de tweede vlog in Slagharen. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Doe even dat duimpje de lucht in. Terwijl ik zo even voor de kooltjes ga staan, dat is wel leuk. Vonden jullie deze video leuk? Doe even een duimpje omhoog. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op dit kanaal. Druk op belletje en dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, de groetjes van deze kant. En tot morgen, tot een nieuwe vlog op mijn kanaal. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Af.